Brenda is 10. Ja. Toch? Brenda is niet geïnteresseerd in verhoogde moesbaktuinen. Nee, wel pluktuin. Bloemetjes vind ik leuk. Ja. En hier zo. Oké. Ja, het gaat allemaal moeilijk natuurlijk bij elkaar. Ja, zo ongeveer. Je mag dat ook ergens langs het water. En wat doe je nog meer als 10-jarige? Ik denk ook gewoon iets met bootjes in het water, vlot. Bootjes in het water, hadden we die? Een vlot bouwen, maar... Bootjes? Ja. Nee. Oh, die kunnen we tekenen, Brenda. Bootjes. Huh? Bootjes, ja. We wel bootjes en stijgers, maar... Oh ja, tuurlijk, bootjes. Ik zat er ook aan. Ik zat ook gelijk een beeld van kinderen die gewoon... Met die kleine bootjes gaan varen. Oh, dat is ook leuk. Ja, nee, maar het is gewoon of met een oplaagbootje of een vlotbouw. Ja, vlotbouwen wordt misschien weer... die dan zo gauw al niet kunnen en zo. En in het bootje, is dat zeg maar, heb je daar een stijger voor nodig? Ja, stijgers vind ik wel echt iets wat... Dat wel. Je moet een grote stijger, vind ik. Niet een stedenbouw, maar een stijgerbouw moeten we hebben. Ja, eigenlijk. Precies. Gewoon de bootjes eraan, waar je gewoon jezelf gemaakt hebt, maar ook... Zwinters als je gaat schaatsen, dat je gewoon je schaatsen onder kunt binden. Want je hebt hier bij de... Schaatsen onder boten? Nee, maar zwinters wel. Echt? Je bedoelt een boot met schaatsen eronder? Nee, niet met boten, maar die stijger. Dat je daar... Want ik zie al gelijk namelijk bootjes met schaatsen. Dat zullen ze ook doen, maar dat zou niet. Nee, maar als 10-jarige kind. Ja, vind ik hartstikke mooi. Ja. Als er ijs ligt. Want bij de munt heb ik wel eens... dat het binnenwater, dat ligt volgens mij wel redelijk gauw dicht. En dan wordt echt wel zo schaatsen. Nou ja, dan is het ook zoiets... Als het kan, Ja, nice.